Nou, normaal heb je hier een prachtig uitzicht. Kan je helemaal tot aan Volendam kijken. Dat is nu niet mogelijk vanwege de mist. Het geeft wel een heel goed beeld hoe weinig uitzicht deze mensen zouden hebben als de enorme riviercruises zouden liggen. Ja, ik ben hartstikke blij. Het is helemaal niet doorgegaan, gelukkig uiteindelijk. Anders had hij hier voor de deur gelegen. Nou, pff, moet er niet aan denken. Dit is waar de Markers bang voor waren. Een metershoog schip die het aanzicht van het eiland zou domineren. Er werd flink tegen geprotesteerd. Als jullie dat nou niet hadden gedaan? Nou, dan vrees ik dat hij er misschien wel gekomen was. Want we hadden maar heel kort tijd. Ineens werd al geconfronteerd en dat we moesten procederen. Want anders dan lag hij er. Nou, als we het dus niet hadden gedaan, dan had hij er misschien wel geweest. Uiteindelijk moest zelfs de Raad van State er zich over buigen. Nou, toen hebben wij als zijn we met z'n allen meegegaan. Natuurlijk zijn we ook naar Den Haag gegaan. En ook in de zaal gezeten. Nou, het was wel, was wel spannend, maar uiteindelijk hadden we het gewonnen. Dus de gemeente, ja, jammer. Er was vooral veel protest omdat de Markers vinden dat er al veel te veel toeristen op het eiland rondlopen. Dat zou met de komst van de cruiseschepen exploderen. U bent bang voor drukte, maar er is helemaal niemand. Er zijn dagen hier dat de drukte zo hoog groot is dat je het kunt vergelijken met de Kalverstraat op zaterdag. En dat is echt vreselijk. Dan kun je over de hoofden lopen. Het zou ook heel goed zijn natuurlijk voor de horeca in Marken als er zo'n grote boot hier komt. Ja, dat droomden sommige horecaondernemers van. Maar iedereen weet, ze zijn all inclusive, ze besteden hier niks. Echt niet.